Ik heb ze toen net verteld, één ding wil ik. Als jullie morgen allemaal weer in het vliegtuig of in de trein of in de bus naar huis zitten. Dat je van jezelf denkt, ik heb er in ieder geval alles en alles en alles aan gedaan. Om mezelf te laten zien. Ja, op zich de zenuwen heb ik niet echt, maar gewoon vooral zin erin. Om te laten zien wat wij kunnen. We spelen vandaag tegen de Nike Academie. We gaan zometeen naar de teambespreking. We maken allemaal kansen en we gaan ook allemaal voor die plek in de Nike Academie. Dus ja, ik heb er weer zin in. Je hebt echt voor moeten strijden, drie van die trials heb je echt gewoon je best moeten doen. En laat zien wat je in jezelf hebt. En elke dag, elke seconde natuurlijk hard werken om daarin te komen. Want het is niet zomaar iets om in de academy te komen. We zijn ook dit jaar zijn we naar Amerika gegaan en naar Rusland. We hebben tegen Portland en tegen Spartak Moskou gespeeld. Elke dag plezier hebben in het spel ook natuurlijk. Ja, als team liep het niet echt goed. Dat zag je bij het andere team dat ze veel beter samenspeelden. Ik heb gemengde gevoelens erover, wel of niet. Ik denk, geef mezelf, als ik mezelf een cijfer mag geven voor die wedstrijd, is het een 6 geworden. Het blijft moeilijk om daar in 3 dagen een beslissing over te maken. Maar gelukkig is het wel zo dat je kiest een aantal jongens direct voor de Nike Academy. Maar die talentpool, dat is eigenlijk de reservelijst, die is zo groot. En daar is zoveel kans op dat je gedurende de komende half jaar, als je nu niet direct gekozen wordt, alsnog een telefoontje krijgt van kom je melden in de Nike Academy. Want die uitstroom die blijft natuurlijk gaan. Ja, gewoon doorgaan met voetbal en als dit het niet wordt, kijken wat voor andere kansen je nog krijgt. Pretty strong debate in the coaches room about whether to refuse coming immediately. As it stands at the moment, we're not going to offer you a place today. Okay, but you are very close to joining us further down the line. Natuurlijk een beetje teleurgesteld. Je wil natuurlijk gelijk plaatsnemen in de academie, maar dat is er niet geworden. We zijn wel met alle drie op de reservelijst gekomen. En ik ben nog steeds positief door die rol op de reservelijst. Zeg maar.